Voormalig autocoer Robert Doordbos heeft onlangs een fout van je wels te begaan. Tijdens een schijnbaar idyllische vakantie met zijn vriendin Chantal Bles ergens verborgen tussen de palmbomen en goudgele zandstranden, onthulde Robert per buis meer van Chantal dan hij waarschijnlijk had gepland. Robert die wellicht achter het stuur van een raceauto onverslaanbaar is lijkt een minder vaardige navigator te zijn in de digitale wereld. Met een vrolijke nonchalance typisch voor de technologisch uitgedaagde 40-plussers onder ons, plaatste hij een filmpje op zijn Instagram-story. Wat hij over het hoofd zag, was dat Chantal niet vermoedend en onbedekt nog net in de hoek van het beeld te zien was. Het filmpje die urenlang onopgemerkt bleef werd wellicht onder invloed van een milde zonnesteek online gezet. Het duurde niet lang voordat Robert, na wat verfrissing en pijnstillers, terugkeerde naar de wereld van Instagram, om zich vervolgens geconfronteerd te zien met een stortvloed aan reacties van verbijsterde volgers. De echte reden waarom Hans Kran niet meer mag aanschuiven bij 6 Helaas zijn de beelden niet meer online, maar we kunnen je verzekeren dat Chantal niet blij was met Robert zijn fout. Want haar twee pluspunten waren heel duidelijk te zien in beeld.